Je zit er lekker relaxed bij. Ik voel me ook relaxed. Het is maandagavond en ja, eigenlijk normaal lig ik al op bed en dan is mijn rustdag. Maar dus ik ben eigenlijk al tot rust gekomen. We hebben een weekend hard gewerkt en ik kwam vanmorgen bij. Ik zei, kom jongens, we gaan die single in de winkel gooien en voilà, hij ligt er. Hoe heet hij? Het is nu te laat. Het gaat eigenlijk over dat ik eigenlijk een heel goede relatie had met mijn vriendin. Maar ja, die er toch ineens, die ik getroffen heb met een ander in bed. Daar gaat hij over. Waar gebeurt? Nee, die van mij is keurig netjes opgevoed en ik vertrouw ook 100%. Binnenkort komt de clip ook op TV Oranje. Hoe gaat hij eruit zien? Ja, we hebben hem in een park opgenomen, zonnetje erbij. En voor de rest is het een beetje spannend nog. Ze moeten maar kijken naar TV Oranje. Ja, de feestperiode komt eraan, dus ik ben druk aan het denken van wat kunnen we gaan doen voor de komende carnavalsperiode. Een leuke feestsingle, een leuke kraker. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk al een paar goede hits gehad. En dan is het moeilijk om weer iets origineels, iets anders te verzinnen om weer goed voor de dag te komen. Waar haal jij je inspiratie weg? Dat is heel verschillend. Af en toe heb ik een idee en dan ga ik erover nadenken. En dat kan maanden zijn, maar dat kan ook de laatste carnavalsingel die we geschreven hebben, dat was in een kwartier gebeurd. We hadden het idee, we zijn gaan schrijven, we zijn op gaan nemen en binnen een half uur hadden we een demo. En als mensen nou wat meer over je willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Ja, ze kunnen, ik zou zeggen, naar www.marcokanters.nl, maar tegenwoordig kan je beter op Hypes kijken, want dat is veel, daar staat alles op, daar kun je alles vinden, dat wordt bijgehouden, daar komen reacties, al het nieuws, alle nummers staan erop. Ik zou gewoon op Hypes Marco Kanters in toetsen en je komt er gelijk bij.